voor de faculteit wetenschap hebben wij als eredokter Francis Halsen gekozen. Francis is een Vlaming die meer dan 40 jaar geleden uitgeweken is naar de Verenigde Staten om daar verder onderzoek te doen aan de University of Wisconsin in Madison. En Francis wordt geëerd omdat hij een absolute autoriteit is op het gebied van de astrodeeltjesfysica. Dus astrodeeltjesfysica is het vakgebied dat tussen de astrofysica, de sterrenkunde, en de deeltjesfysica zit. Dus we hebben zowel aspecten van deeltjesfysica, elementaire deeltjes, als van de sterrenkunde. En het idee is om naar sterren en evenementen in het heelal te kijken, niet met de gewone telescopen, die licht, zichtbaar licht, infraroodlicht of radiogolven gebruiken, maar met elementaire deeltjes. Dus wij worden voortdurend gebombardeerd met elementaire deeltjes die uit het heelal komen. En die komen uit de meest gewelddadige evenementen die in het heelal gebeuren. Het ontploffen van extreem zware sterren of de superzware zwarte gaten die in het centrum van bepaalde melkwegstelsels zitten. Dus een neutrino-telescoop ziet er totaal anders uit dan de gewone telescopen. Wat er gebeurt is wanneer een neutrino met hoge energie doorheen een medium gaat, bijvoorbeeld het ijs aan de Zuidpool, dan geeft dat een klein lichtflitsje. En dat lichtflitsje vangen we op met deze fotogevoelige sensor. Dat signaal wordt dan omgezet met deze elektronica in een elektronisch signaal dat naar de oppervlakte gestuurd wordt voor verder verwerking. En zo hebben we meer dan 5000 van dergelijke sensoren in het ijs aan de Zuidpool over 1 kubieke kilometer geïnstalleerd. Vorig jaar hebben we voor het eerst met IceCube een 28-tal extreem hoogenergetische neutrino's kunnen waarnemen die uit het heelal kwamen. En dat is voor ons echt het begin van een nieuw tijdperk in zowel de deeltjesfysica als in de astrofysica, namelijk de neutrino-astronomie. En dat is onder de impuls van onze eredokter Francis Halsen gebeurd.